Hoi, business coach Marieke hier met je wekelijkse portie marketing, mindset en motivatie om jouw bedrijf te laten groeien. Deze week het antwoord op de vraag die ik heel vaak krijg. Marieke, hoeveel uur werk jij nou eigenlijk? En ik weet dat mijn moeder ook kijkt. Mam, ik weet dat als jij belt dat je denkt, is dat kind nou alweer aan het werk? Ja, en ik ga zo meteen ook uitleggen waarom dat is. Ik ga nu zeggen hoeveel uur ik in de week werk. Namelijk, geen idee. Ik weet het niet. Het boeit me ook helemaal niet. Het is niet zo dat ik vind dat je altijd moet werken. Maar mij, het zit niet in mijn aard. Het hoort niet bij mij om mijn uren te tellen. Ik heb een doel. Ik wil namelijk zoveel mogelijk mensen bereiken om hun te helpen hun bedrijf te laten groeien. Daar heb ik een aantal stappen voor die ik zet en die ben ik aan het doen. En ja, ik werk vaak 's avonds, maar dat komt omdat ik 's middags bij mijn kinderen ben. Ik heb jonge kinderen, die haal ik 's middags uit school en dan ben ik bij hun. En dan doe ik moederdingen, koken en zo. En dus werk ik 's avonds weer wat meer. Dan is het ook rustig in huis, dan krijg ik veel meer gedaan. Dus dat is helemaal niet erg. Ik zeg natuurlijk niet dat je altijd maar aan het werk moet zijn. Ik pak ook mijn rustmomenten. Ik lig ook wel eens lekker op de bank tv te kijken. En ik ben buiten. En in de schoolvakanties doe ik veel minder. Want dan wil ik er helemaal zijn voor mijn kinderen. Dus het is niet zo belangrijk hoeveel uur ik werk. Wat veel belangrijker is in dit hele onderwerp, is waar besteed je je tijd aan? Daar wil ik eigenlijk op inzoomen. Want als ondernemer heb je aan de ene kant je kennis. Heel waardevol. Maar aan de andere kant is jouw tijd volgens mij nog veel waardevoller. Want dat kun je maar één keer weggeven. Het komt nooit meer terug. En ik zie een aantal dingen bij veel ondernemers die volgens mij heel veel tijd kosten, wat helemaal niet hoeft. En ik heb de drie belangrijkste voor jou op een rijtje gezet. De eerste is dat er heel vaak wordt afgesproken. Mensen willen ook wel eens met mij afspreken, gewoon even koffie drinken of even algemeen. Nou, ik ben daar heel kritisch op, want koffie drinken duurt vaak 1,5-2 uur. En ik zeg niet dat het niet interessant kan zijn, maar veel kun je ook gewoon al bespreken via de telefoon of de Skype. Dus als het nog vaag is, dan ga ik dat eerst via telefoon of via de Skype achterhalen van nou, waarom zouden we kunnen afspreken? En ik moet ook zeggen dat ik heel veel coaching geef via Skype en telefoon, wat mij uitstekend bevalt. Wat een heleboel reistijd natuurlijk ook nog scheelt. En mijn klanten zijn er ook heel tevreden over. Die vinden het prima om hun coaching te krijgen op een andere manier dan face-to-face. Dus dat kan, iedere coach kan op die manier zijn klanten gaan helpen. Tweede waar volgens mij veel tijd aan verloren gaat, is dat we als zelfstandigen denken, en misschien geldt dat voor jou ook, dat je alles zelf moet doen. En dat is natuurlijk niet zo. Er zijn een heleboel andere zelfstandigen die jou kunnen helpen met jouw bedrijf. Denk aan boekhouding, websitebeheer, virtual assistant, om afspraken, dat soort dingen uit handen te nemen. Kortom, je hoeft niet alles zelf te doen. Richt je op jouw kerntaak. Zorg voor meer klanten, ga meer tijd aan marketing besteden en besteed een heleboel rompslomp uit. Doe dat alsjeblieft. Ja, het is een investering, maar je gaat hem eruit halen, want je kunt meer klanten gaan helpen. En dat levert veel meer geld op. En het meest belangrijke punt in deze video vind ik, waar volgens mij heel veel tijd aan verloren gaat, is dat wij onszelf tegenhouden omdat hetgene wat we aan doen zijn of aan maken zijn nog niet goed genoeg is. En daarin hou je jezelf enorm tegen. Want wanneer is het goed genoeg? Nooit. Maar moet dat? Nee, helemaal niet. Er komt altijd weer een volgende keer. Er komt altijd weer een volgende kans. Dus ik zie dus dat veel mensen denken, ja, ik kan het nog niet publiceren of het kan nog niet weg, want het is nog niet goed genoeg. Maar die klant weet helemaal niet wat goed genoeg is. Die vindt het al lang best wat jij doet. Die heeft er waarde aan. Die wordt geholpen. Dus kijk kritisch naar wat is goed. En natuurlijk ga je voor een 10, maar een 8 is voor vandaag ook oké. En volgende keer komt er weer een kans en dan is een 8 ook prima. Of een 8,5 of een 7. Wat maakt het uit? Het is goed. Dus dit zijn de drie dingen die ik zie gebeuren bij ondernemers waar ze heel veel tijd aan verspillen, volgens mij. Tijd is je meest kostbare bezit als ondernemer. Onthoud dat goed. Ik wil natuurlijk zoals elke week weten of dit waardevol voor jou is. Dat kun je hieronder opschrijven. En dan ga ik ook reageren. En heb jij zelf een vraag of een worsteling of een issue of iets waar je hulp bij nodig hebt van mij, laat het me weten. Mail mij of bel me of zet het ook hieronder. En ik ga daar dan een nieuw filmpje over maken een andere keer. Fijne week en tot de volgende keer. Doei!